altijd al je thuisserver met home automation oplossingen vanuit elke plek willen kunnen bereiken, maar ben je er niet uitgekomen? Deze video legt uit hoe je met Cloudflare en je thuisserver dit kan bereiken op een veilige manier die ook nog gebruiksvriendelijk is. De installatie vergt wat opletten, concentratie, maar ik denk dat je daar gewoon uit gaat komen. Let's go! Hallo, welkom op dit kanaal of welkom terug op dit kanaal. Allang wilde ik mijn thuisserver bereikbaar maken vanaf het internet, vanaf mijn telefoon-apps, maar ik kwam er niet zo makkelijk uit. Ofwel ik had port forwarding, wat niet veilig was, ofwel ik had een VPN-tunnel die ik elke keer eerst moest aan- of uitzetten. De beste oplossing kreeg ik niet gevonden, of hij was veel te ingewikkeld. Waarom wil ik die toegang nou? Nou, bijvoorbeeld omdat ik al mijn foto's op mijn NAS heb staan, die ik wil kunnen bereiken als ik op mijn werk ben. Of ik wil Home Assistant kunnen gebruiken om te controleren of iets te kunnen schakelen van mij thuis. Of, en dat is iets nieuws wat ik wil, NFC-tags kunnen scannen en dat die tags vervolgens mijn Home Automation aanroepen vanaf waar ik dan ook ben. Dus als ik in de tuin ben, als ik op het werk ben, als ik ergens anders ben. Met Cloudflare heb ik eindelijk dan een oplossing gevonden om een veilige tunnel te maken met HTTPS, TLS, met veilige certificaten die makkelijk in te stellen is, goed werkt en ook nog gratis is. Welk probleem probeer ik nou op te lossen? Ik heb een aantal servers in mijn huis staan die ik van buiten wil bereiken. Eén daarvan is mijn NAS. De andere, en die draaien samen op één server. Dat is namelijk Node-RED. En, zoals jullie al vaker hebben gezien, Home Assistant. Die draaien allemaal intern op mijn netwerk. Dus die draaien op een intern containernetwerk in dit geval. 172.dit.dit.dit. Deze server zelf draait op een ander IP-adres. En deze ook. Die IP-adressen zijn niet toegankelijk vanaf de buitenwereld, want dat is intern. Ik heb namelijk deze jongens en nog veel meer heb ik hier draaien op een switch. Die switch krijgt weer zijn spullen van een router, die ook nog eens een firewall in zich heeft. Daarvoor staat weer een modem. En dan komt de boze buitenwereld. En als ik nou op mijn werk iets wil doen, of ik ben ergens anders met een of andere device, mijn telefoon of een laptop. Een mooie laptop, niet? Dan wil ik dat kunnen bereiken. Maar hier heb ik een extern IP-adres. Dit is een IP-adres wat ik krijg van mijn domeinprovider. Dat weet ik veel, 10.x.x.x. Ik moet door deze hele tunnel heen om hier te komen. Vroeger deed je dat met port forwarding. Dat was dus niet veilig. Toen ging je hele VPN-tunnels opzetten. Maar dat zijn nou allemaal dingen die je dus niet meer wil. Dus wat wil je nou? Je wil hier eigenlijk, in mijn geval met mijn eigen URL. Dus ik wil met de Home Assistant van Kleef.com wil ik hier uitkomen. En dat doet dus Cloudflare. Hoe doet Cloudflare dat? Dat doe je doordat er nog een extra container geïnstalleerd wordt. In dit geval hier op mijn container server. En dat is een Cloudflare reverse proxy. Dan gaat dat helemaal vanzelf, hoef je niet zoveel over na te denken. En die zorgt ervoor dat die hele verbinding vanzelf gaat werken. Hoe dan? Omdat hij eerst naar hem toe gaat en vanaf daar hopt hij door naar de volgende. Om te beginnen heb je een domeinnaam nodig. Want ik wil heel graag via homeassistant.vankleef.com bij mijn eigen huis aankomen. En Cloudflare werkt ook niet zonder domeinnaam. Dus ook al vind je het wel of niet leuk, je hebt het gewoon nodig. Er zijn allerlei plekken om dat aan te vragen en er zullen ook allerlei hele goedkope varianten zijn. Ik ga jullie nu laten zien hoe je het bij Intention kan doen. Intention is een bedrijf in Boekel. Ik ken die mensen van vroeger nog toen ik zelf websites maakte. Het is een heel fijn bedrijf, dus hier zou je het kunnen doen. Link hier beneden, affiliate, zou je mij weer een beetje helpen. Ook al is de bijdrage heel klein. Wat je dan doet is je vraagt een domeinnaam aan. Dus ik zeg hier hoesnauw.com.
controleer. Vervolgens zeg jij, wil ik een NL, een BE, een EU hebben, whatever. Ik zeg, nou, doe mij maar een NL, volgende stap. Dan kun je kiezen tussen webhosting, kun je een hele website maken. Sitebuilder, dan krijg je een kant-en-klare website met WordPress en dat soort dingen. Of email only, dan is die een stuk goedkoper. En dan heb je dus e-mailboxen en dat soort dingen. Dit is in principe voldoende. Sterker nog, zelfs zonder dit zou het voldoende zijn als je maar een DNS, een domeinnaam, geregistreerd hebt. Als je dat hebt gedaan, ga je verder met Cloudflare. Cloudflare is een oplossing, een netwerkoplossing voor echt heel veel verschillende dingen. Het is zeg maar de cloud connectivity wat je hier ziet tussen gebruikers, tussen andere websites, tussen je huisoplossing, home automation, IoT, bla 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 bla. Echt heel veel. Maar wij gaan de gratis service gebruiken puur om een tunnel op te kunnen zetten die veilig is. Om dat te doen gaan we ons eerst registreren. Dus we gaan naar het aanmelden op cloudflare.com. Vervolgens kun je kiezen tussen verschillende pakketten en gelukkig is er een free pakket. Vervolgens vraagt hij om je e-mailadres en je wachtwoord waarmee je voortaan wil kunnen inloggen en klik op sign up. En vervolgens zou Cloudflare je vragen om een website toe te voegen. Wat je dan doet, is de domeinnaam toevoegen die je net hebt aangevraagd of die je hopelijk de dag van tevoren hebt aangevraagd, want anders zal die niet werken. In mijn geval voeg ik mijn domeinnaam in die ik al heel lang heb, namelijk van-kleef.com. Continue en vervolgens zegt hij ja, om dat te doen heb jij een speciale optie nodig in je account. Maar ook die optie is gratis. Dus we klikken op free en gaan verder. Nu gaat hij de DNS records van mijn website controleren. De DNS staat voor Domain Name Server en dat is eigenlijk het woordenboek van de IP-adres op het internet. Verschillende DNS servers staan over de hele wereld. Mijn eigen website van Intention had een DNS server, maar nu trekt Cloudflare eigenlijk de DNS records naar zich toe. Dus hij heeft ze hier opgehaald en ingeladen. En hij gaat daarmee gaat hij zijn eigen records aanmaken die vervolgens helemaal veilig zijn. Wat ik wel heb gezien later is dat mijn mailservers niet zijn toegevoegd. Dus die heb ik later nog toegevoegd aan deze records. Als we nu op continue klikken, komen we bij het belangrijkste stukje. Namelijk de DNS server van Cloudflare gaan gebruiken. Dat doe je door op jouw hosting provider waar je domeinnaam is geregistreerd. In mijn geval Intention. De name server van Cloudflare te gebruiken. De name server is de server die wijst naar de DNS server. En in dit geval kan ik dus die name server veranderen in Rodney. Dat is name server 1. En de tweede in Savannah. Let op, in dit voorbeeld, hier heb ik er nog 4 staan. Maar het was belangrijk dat ik de andere 2 ook weggooide, anders werkte het niet. Op het moment dat ik dit nou opsloeg en ik ga hier Cloudflare vragen om te controleren, gaat Cloudflare dat instellen en uiteindelijk als het werkt krijg je een e-mailtje dat die actief is geworden. Als je nu teruggaat naar het dashboard zie je dus dat de website actief is en vanaf nu lopen dus alle URL's, alle DNS aanroepen op je website via Cloudflare. En nu gaan we eigenlijk beginnen waar het om draait, namelijk de tunnel aanmaken. Dat doe je door terug te gaan naar het hoofdmenu, te gaan naar Zero Trust. En als ik klik op Zero Trust wil die een teamnaam aanmaken. De teamnaam is gewoon een unieke naam voor jouw veilige oplossing. Maakt niet zoveel uit wat je hier invult. Ik vul hier lekker in mijn naam. En je zult het niet geloven, maar ook hier zit weer een bepaalde betaalde service achter als je wil. Maar het hoeft niet, want je hebt ook weer een gratis oplossing. Die selecteren we. Alleen in dit geval wil hij wel dat we betalen, maar hij wil dat we 0 euro betalen. Helaas kan het alleen met een creditcard. Voor mij niet zo'n probleem, want ik heb die creditcard. Dus op het moment dat ik die creditcard invoer en ik ga naar de betalen, dan zal hij een transactie doen van 0 euro op mijn creditcard. En als dat gedaan is, dan is deze Zero Trust Service geactiveerd. En nou, hetgene waar je allemaal op hebben gewacht, de tunnel zelf aanmaken. Yes! Wil je mij helpen? Subscribe dan, als je het leuk vindt. Of zet er een duimpje op, zodat ik beter vindbaar word, omdat YouTube dat nou helemaal leuk vindt. Thanks. Vanaf het main dashboard gaan we naar Zero Trust. Vervolgens gaan we naar Access. Tunnels. Hier kunnen we met de blauwe knop in het midden een nieuwe tunnel aanmaken.
En die tunnel geef ik de naam van mijn straat. Opslaantunnel. Zoals ik in het plaatje heb verteld, moet er nu een Cloudflare reverse proxy geïnstalleerd worden op mijn server. Gelukkig heeft hij daar allerlei uitleg voor. Als ik een Windows server heb, een Mac, Red Hat of whatever, komt hij daar vanzelf met de oplossing. In dit geval heb ik een Docker oplossing. En dan staat hier het hele Docker commando. Nou, die kopiëren we. En vervolgens log ik in op mijn server, waar ik Docker heb draaien. Lijkt me handig. Ik plak dat commando erin. En hiermee zou die Docker container gaan opstarten. Wat een beetje raar is van Cloudflare, is dat hij dat doet eenmalig. Dus hij blijft draaien tot zolang ik de terminal open heb. En daarna sluit hij hem af. Dat wil ik niet. Dus ik wil dat hij dat standaard blijft draaien in de achtergrond. Dus dan maak ik er een daemon van. Min D voeg ik toe. Na de run. Bij jullie zal er iets meer uit gaan komen omdat hij de image voor het eerst moet gaan downloaden. Ik heb die image al. Dus dat is voor mij niet nodig. Vervolgens zie je hieronder dat hij een connected connector heeft. Schitterend. En als ik bij mijn portainer zou gaan kijken, dan zie ik hier ook dat er een Cloudflare container draait in mijn Docker environment. Oké, dus die connectie is er. Next. Vervolgens wil ik het domein zelf toevoegen waarin ik wil kunnen forwarden. Nou, wat wil ik? Ik wil bijvoorbeeld mijn NAS. Dus ik zeg NAS in het domein van kleef.com. En waar moet hij naartoe? Dit is mijn NAS intern. Met dit IP-adres en deze poort. Die kopieer ik. Vervolgens zeg ik hier, ga naar dit URL. Ik haal hier de hele HTTP ervan af. Maar ik zie dus dat HTTP is. En die selecteer ik hier. Wat gaat er nu gebeuren? Hij gaat van buiten naar binnen op een veilige manier. En binnen gaat hij op HTTP verder. Mocht je nou intern HTTPS hebben draaien, dan kun je hier HTTPS selecteren. En dan kan het ook zijn dat je bij TLS een No TLS Verify moet aanzetten. Ik heb op YouTube gehoord dat dat soms zou moeten. In mijn geval HTTP. Ik heb hier de poort, geen slash op het einde, die heb ik dus weggehaald. En ik zeg Save Tunnel. Tunnel is aangemaakt. Je ziet dat die healthy is met deze volgende route. Dus dat is het URL. En als ik die nu ga draaien, tada, kom ik gewoon binnen via de tunnel van Cloudflare op mijn home server. En het mooie is, hij is dus een veilige connectie met een valide certificaat uitgegeven en opgelost helemaal door Cloudflare. Nice. Nou wil ik alleen ook natuurlijk Home Assistant hebben. Daar zit een trucje bij. Als ik binnen deze tunnel, want ik hoef maar één tunnel aan te maken. Dus ik ga hier na deze tunnel, ga ik weer configure. Want die heeft dezelfde connector en connectie. Als ik hier dan ga naar een public hostname. En ik voeg daar een nieuwe public hostname toe. Want die NAS was een publieke hostnaam. En ik ga hier dan naar Home Assistant. Van kleef.com. Dat is ook weer HTTP. Ik pak mijn interne IP-adres. Met 8123. Dat is de poort van Home Assistant. Save hostname. Nu wordt de tunnel aangemaakt. En als ik dan weer naar public hostname ga, dan zie je dat die service gemaakt is. Als ik nu naar homeassistant.vankleef.com ga, dan zie ik 400 bad requests. Nou, toen ik dit voor het eerst zag, toen dacht ik, god damn, toch niet gelukt. Maar dit is Home Assistant beveiliging, die er heel crappy uitkomt door die 400 melding te doen. Hoe komt dat nou? Als ik nu even weer intern naar Home Assistant ga. Ik ga naar de settings. Ik ga naar System. Logs. Dan zie ik hier a request from a reverse proxy. Want dat is dat ding wat ik heb geïnstalleerd. Was received from. En dit is het container IP adres. Die moet je kopiëren. Je ziet dat de reverse proxy dus niet geaccepteerd is. Omdat hij zegt mijn HTTP integratie is hier niet voor opgezet. Hoe los je dit nou op? In je configuration.yaml moet jij het volgende toevoegen. Je moet een HTTP toevoegen. Dan moet je zeggen use cross forward for true. Oftewel je mag die reverse proxy gebruiken. En dan moet je een lijstje van trusted proxies toevoegen. En volgens mij hoeft deze niet.
Wat voeg je nou toe bij die trusted proxies? Het IP-adres wat je in die logging hebt gevonden. Dus hier stond 172.18.0.1. Dus hier zeg ik 172.18.0.1. Die slaan we op. En vervolgens gaan we in Home Assistant. Normaal gesproken ga je naar Developer Tools en dan restart je Home Assistant. Dat is niet genoeg in dit geval. Je gaat naar Settings en dan naar System. Knopje hier en dan zeg je Restart Home Assistant. Anders gaat hij dit niet laden. Klaar. Dus als ik nu niet naar mijn interne ga, maar weer naar extern. HomeAssistant.vankleef.com, die we dus als tunnel hebben aangemaakt, als public hostname. Dan doet hij het. En that's it. Vanaf nu is mijn server extern bereikbaar via een beveiligde connectie met hostnamen die ik zelf kan aanmaken. Het enige wat ik nodig heb is een DNS-naam, een Cloudflare account en Cloudflare zo ingesteld dat er een tunnel is die werkt. Ik hoop dat jullie eruit komen. Het is natuurlijk een beetje geklooi, goed opletten. En als je er geen verstand van hebt, dan moet je maar gewoon precies nadoen wat ik doe. En dan hoop ik dat je geen fouten maakt. Als je het eenmaal hebt ingesteld, hoef je er ook eigenlijk niet zoveel meer te doen. Voor de meeste van jullie zal je alleen maar je home server toevoegen, Home Assistant of welke oplossing je dan ook hebt. En als die eenmaal draait, dan draait die. En dan ben je er heel blij mee. Zoals ik heb gezegd, ik doe dit voor verschillende redenen. 1. Zodat mijn hele gezin de Home Assistant app kan gebruiken met dit externe URL. Zodat we de locaties doorgestuurd krijgen, dat we berichtjes kunnen updaten naar die app toe. Dat we NFC-tags kunnen scannen, dat we ons dashboard kunnen bekijken en dat soort zaken. Dat ik foto's kan bekijken op mijn NAS en dat ik eventueel als ik zin heb mijn noodred kan aanpassen op het werk als ik me verveel. Aha. Heb je commentaar? Zet het hieronder in. Vond je het een leuke video? Klik wat likes erop. En zie ik je graag terug in de volgende video. Later.